Kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering Suriname boekt vooruitgang en bereikt belangrijke akkoorden tijdens regeringsvergadering. Ricardo Vrede, nieuwe directeur Emmy Glis. En openbare werken start met onderhoudswerkzaamheden de Powaka. Tijdens de recent gehouden regeringsvergadering RRV op woensdag 21 maart op het kabinet van de president zijn verschillende zaken besproken, cruciale presentaties gehouden en enkele besluiten genomen. Sherlock Lilienthal, de woordvoerder van de president, gaf in een gesprek met de communicatiedienst Suriname een samenvatting van de gehouden regeringsvergadering, waarbij zaken als de Green Development Strategy, het integraal sociaal programma, ontwikkeling, gasexploitatie en IMF Board Level Agreement voorbij komen. Voor wat betreft de Green Development Strategy gaf de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dassai, samen met zijn deskundigen een presentatie over de balans tussen ontwikkeling en milieu. De minister benadrukte dat Suriname momenteel een carbon-negatieve status heeft, wat betekent dat het land voordeel kan halen uit de handel in carbon credits. Met dit vooruitzicht werkt de minister aan een green development strategie voor alle sectoren, waarbij groen en groei in balans zijn. De presidentiële stuurgroep Integraal Sociaal Programma gaf een presentatie over de voortgang van het Integraal Sociaal Programma. Het programma omvat een breed scala aan sociale projecten en programma's, variërend van sociale uitkeringen tot studiefinanciering en woningbouw. De minister van Financiën en Planning gaf aan dat er dagelijks 50 miljoen SRD wordt besteed aan het sociaal beleid. De voorlichting en communicatie over deze programma's zullen verder worden opgevoerd om de transparantie te vergroten en de samenleving zo goed mogelijk te informeren. Staande de vergadering werd het voorstel van de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Stephen McAndrew, om het minimumuurloon per april vast te stellen op 49 SRD en 12 cent voor alle sectoren goedgekeurd. In de RRV is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van onze gasexploitatie met aandacht voor de tijdlijn van de Total Energy Strategie en het overleg met Petronas. Opvallend tijdens de RRV was de aankondiging dat er een IMF-boordniveau overeenkomst is bereikt. Het Internationale Monetaire Fonds, IMF, heeft met succes de vijfde beoordeling onder de Extended Fund Facility, EFF, voor Suriname afgerond, waardoor er direct 46,7 miljoen SRD, ongeveer $62 miljoen US-dollar, beschikbaar komt, waarvan 19,1 miljoen SRD, of ongeveer $25 miljoen US-dollar, is bestemd voor begrotingssteun. Vastgesteld kan worden dat de voortdurende betrokkenheid van de regering met betrekking tot begrotingsdiscipline en macro-economische stabiliteit vruchten afwerpt. De regering van Suriname blijft zich inzetten voor groei, stabiliteit en welzijn van haar burgers. En deze recente ontwikkelingen zijn zeker een positieve stap in de goede richting. Ricardo Vrede is door president Santokki beëdigd als nieuwe directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Landinformatiesysteem, MIGLIS. De beëdiging vond plaats op woensdag 20 maart 2024 op het Presidentieel Paleis. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij samen met de overige bestuursleden een sterk, effectief en transparant beleid voert ten dienste van de samenleving en het instituut. De president zei in zijn toespraak dat er gewerkt moet worden aan een stukje gerustheid en tevredenheid, zodat alle Surinamers zich beschermd voelen als het gaat om hun grond.
en grond en grondbeleid en grondvraagstukken, die zijn zeer actueel in het land. En voor vele mensen beheersen deze zaken het dagelijks leven. Soms met plezierige momenten, maar voor velen heel vaak met minder plezierige momenten. En daarvoor hebben we afgelopen tijd een grondhervormingsbeleid ingezet, welk zich voltrekt op verschillende niveaus. Wij willen als regering meer transparantie. Wij willen als regering duidelijk de digitalisering daar hebben, zodat voor iedereen het te volgen is hoe de processen verlopen. Van uw aanvragen tot en met het verkrijgen van de toewijzing. We willen meer duidelijkheid in grondbeleid. We willen ook dat alles gepubliceerd wordt. En we willen dat het grondprobleem van de burgers daadwerkelijk wordt aangepakt. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Zo'n beetje gemengde gevoelens. De manier hoe alles aan toegegaan is in het verleden en nu. Dus vandaar. Michelis kent heel veel uitdagingen. Er zijn grondconversies erbij gekomen. We hebben een tekort aan landmeters. Wat gaat u als eerst aanpakken als nieuwe directeur van het Michelis? Ik denk eerst die perceel-ID's. Gaan meeting alvast moeten hebben met de glislandmeter. Om te kijken wat de knelpunten zijn en kijken hoe we die gaan aanpakken. Daarna is het dan de beurt aan de bewaarderij, de hypotheekkantoor, of de openbare registers, hoe je het maar wil zeggen. Om ook daar de knelpunten te bespreken. Eigenlijk bewust neem ik eerst de glislandmeter, want de aanzien van die openbare registers, dat, ik weet precies wat er daar speelt. Maar ik denk dat het beter is om eerst de perceels-ID's aan te pakken, want dat is een groot probleem in de gemeenschap. En het ministerie van Openbare Werken heeft op maandag 19 maart het startsein gegeven om de wegen in het dorp Powakka te egaliseren en de vegetatie langs deze wegen te maaien. Het project dat tot stand kwam na een verzoek van kapitein Sergio Sabayo en de bewoners van Powakka heeft tot doel de toegankelijkheid en de veiligheid van de wegen te verbeteren, waardoor de gemeenschap efficiënter kan functioneren en zich veiliger kan verplaatsen. Minister van Openbare Werken, Zijner Excellentie Riyad Mohamed, kapitein, tevens Oosterpvoorzitter Sergio Bitana, directeur, onderdirecteur van Civiel Technisch Werken, de heer Vikas Muna, overige hoogwaardigheidsbekleders, gemeenschap van Powakka en dames en heren, goedemiddag. Powakka als gemeenschap die deel uitmaakt van het Surinaams volk, inheems volken met behoud van cultuur en bestuurvorm vindt het een grote eer om u te mogen ontvangen in ons geliefd dorp. Ons bestuursvorm die deel uitmaakt van onze cultuur en vervat is in de VN-verklaring over de rechten van de inheemse volkeren aangenomen in 2007 en mede ondertekend door de staat Suriname stond dat een paar weken geleden onder druk. Door tussenkomst van het kabinet van de president is dit tot het verleden gaan behoren. Daarvoor zijn we het kabinet erkentelijk. Powakka is een dorp van nakomelingen van strijders. Onze voorouders hebben tegenslagen gekend, maar hebben nooit opgegeven. Ze hebben dit tegenslagen overwonnen.
Wij hebben geen tegenslag overwonnen, maar het erkennen van onze cultuur, ons zelfbeschikkingsrecht, dat werd vertrapt. Wij hebben een achterstand in te lopen. Wij kunnen niet wachten op een andere keer. De toekomst heeft op ons gewacht. Wij zijn de verandering die de toekomst zoekt. De toekomst hangt af van wat wij gezamenlijk zullen doen. Wij hebben uw hulp nodig. Waar we vandaag hier zijn, onze binnenwegen. We hebben over onze aan onze zandwegen, de onvergaarde wegen, ook wegen die leiden naar onze kunstgrondjes. 2, een goede afwatering, daar zouden we graag de deskundigheid bij hebben, zodat we ook leren ermee kunnen omgaan, vooral in de tijd van de regentijd, zodat het water zo weg kan krijgen. 3, dat we onze lokale ondernemers kunnen inzetten, zodat we onze bermen, onze binnenwegen regelmatig onderhouden kunnen worden. En uiteindelijk hebben we ook extra drempels. Je ziet voor de winkels hier, heb je een wegstrekking, daar er veel hard wordt gereden, zodat we extra drempel bij krijgen. En uiteindelijk kijken we ook uit naar een graafmachine die we kunnen inzetten voor onze landbouw, zodat we dat kunnen openstoten, zodat we richting groot, klein tot groot landbouw kunnen doen. Wij hopen dat ons geloof niet zal schaden, maar onze liefde zal vasthouden door uw hulp aan te bieden. Elk jaar een beetje investeren. En vandaag, kapitein en Basha, hebben wij nieuwe graders gekocht. Anders zouden we niet hier zijn. We hebben nieuwe graders gekocht. Met bezuiniging. Toch hebben we nieuwe graders gekocht. Ik zag zo net, dit is een van die nieuwe die we als eerste hadden gekocht. Toch? Er zijn nog 2 brandnieuwe gekocht dit jaar. En binnenkort komen er nog meer. Maaiers. 0 maaiers op hoofdkantoor. Vandaag hebben we 2 grote maaiers. Los van de districten. En er gaan nog meer komen. Dus wat ik wil zeggen. We gaan de dienstverlening uitbreiden. En we hebben ook in elk district, kapitein, een hoofd benoemd. Voor para is het meneer Sadi. Voor Kommerwijnen bijvoorbeeld is meneer Chinmoti met zijn staf aanwezig. Dat hoofd moet nu ervoor zorgen dat wat we hebben verdeeld wordt. En meneer Muna bijvoorbeeld is OD, samen met andere OD, die zijn voor heel Suriname verantwoordelijk. We kunnen niet zeggen, die machines zijn alleen voor Paramaribo. Dat gaat verleden tijd worden. Volgend jaar hebben we natuurlijk nog meer machines, meer mogelijkheden. En we gaan iedereen een kans moeten geven. Dat is het beleid. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.